Hier is Annemiek. Iets wat je in Dalian echt gedaan moet hebben is een boottripje. Dat gaan wij vandaag doen met Unal. Hij is de beste kapitein van Dalian. En inmiddels ook een vriend geworden. We zijn vorig jaar zelfs, twee jaar geleden al, op zijn bruiloft geweest. Heel speciaal om een Turkse bruiloft mee te maken. En altijd fantastisch om elk jaar weer even een dagje met hem op stap te gaan. Good morning, best captain. Good morning. Are you making the video? Yeah. What I have to say now? Yes, captain in the board. Hi. Hi. Ik ga zowaar iets actiefs doen op de boot. Ik ga krabvissen met dit flubbertje. Die gooien we in het water. En hopen we dat we zo'n krabje naar boven krijgen. Oké, daar gaat hij. Dan moet je het dingetje wel vasthouden. En anders moeten we er achteraan duiken. Dus we zijn met de grootste zwemmer. Unal! Net, please! Ik heb er één! Oh! Hou vast! Small, I think. Dan moet je vrouw weer bij. Viskampioen. Het enige wat er hier op dit idyllische plekje nog ontbrak, is een glaasje wijn. En ondertussen vangt Pieter met mijn draadje de krabben. Je hebt er al twee gevangen, hè? Vier. Eén op mijn naam. Eén op jouw naam. Hey Pieter, misschien kunnen we deze kipfiletjes gebruiken als aas. Nu worden de krabvissers wel heel fanatiek. Het net in de aanslag. Het is echt een kleine gluiper die gewoon telkens loslaat. Zit je me nou toch te veel bij mijn bikini? Ik wil eigenlijk gewoon per definitie niet in mijn bikini op de kamer. Dus ik pleeg even wat censuur. Sorry, ik voel mijn eigen grap niet leuk. Proost. Ben je nu ook heel slank op of heb je dat iets? Als een den. Als een den? Als een den. Oké, okay, dat scheelt. Why are you laughing? You get a little bit camera shy, Unal. Faster. Be crushing. Oh, I'm crushing. Sorry, crushing. Waar zit het gas vandaan? Right, with the wind. Right. Because the other boat passing us. Left with the wind. Okay. I want to make a race. Why can't we win? We can't win. Right. Captain Annemiek is saying goodbye. They survived! They're alive and kicking! Woo! Dalian is fantastisch. Ik hoop niet dat jullie er in grote getalen heen gaan, want dan kan ik het niet meer naartoe. Maar jongens, we hebben genoten. Ik hoop jullie ook. Tot de volgende keer. Echt.